bedankt dat u hier bent en dat ik ook hier samen mag zijn op bezoek bij Hans en dat we ja, een leuke tijd hebben. Vader, we willen uw woord delen, we willen uw koninkrijk groot maken. Heer Heilige Geest, neem vandaag ook over wat ik zal, wat we doen en wat we zeggen. Dat het allemaal uit de inspiratie van u mag komen. Heer, dat u gaat uitbreiden, dat uw koninkrijk wil gaan bouwen. Dank u dat u ons daarvoor wilt gebruiken en dat wij ook ons daarvoor beschikbaar stellen. Dank u voor dit mooie moment, dat we ook het woord kunnen delen en dat de Heilige Geest zal openbaren en zal spreken door ons heen. In Jezus' naam. Amen. Okay. Goedemiddag, lieve mensen. Ik wil een woord met jullie delen. Het komt uit Efesiërs 3, vers 20 tot 21. Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen of waar wij aan denken en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk. Alle eer aan God. In heel de kerk die bestaat dankzij Jezus Christus, alle eer aan God voor altijd en eeuwig. Amen. Gods macht is oneindig groot. Wij kunnen ons niet voorstellen waartoe God in staat in is om datgene waar wij denken dat eigenlijk niemand van af weet of waar wij eigenlijk denken dat er geen mogelijkheid meer bestaat en gewoon geen uitweg meer is, geen vertrouwen meer, geen hoop meer. Maar we hebben onze Heer, we hebben onze lieve Heer. Hij kan doen, alles doen, hij kan alles doen wat wij hem vragen. Zelf waaraan wij denken. God is een creatieve God die ons tot de detail kent, van haar tot aan voet en van kleur en van eigenlijk alles wat ook jou bezighoudt. En God houdt zich ook met ons bezig. Hij wil dat wij ook hem, dat wij ook weten dat wij ook met hem bezig kunnen houden. Want hij is ook bezorgd over ons relatie of over onze omstandigheden, over onze situatie en ook over onze familie, onze gezin, ons werk. In alles is God iemand die wil betrokken zijn bij wat wij doen. En je zal maar nog net niet denken aan juist datgene wat jij soms hebt. Als je een wens hebt, dat hij dat ook tot vervulling kan brengen. Maar er kan ook meer waar God soms aan kan doen. En dat is ook een wonder. Een wonder is juist iets waar wij ons totaal niet eens op kunnen rekenen, kunnen verwachten. Iets wat plotseling gebeurt, waar God zijn macht ook aan verbonden is. Want zijn macht is in ons aan het werk. Dat wat bij ons bezighoudt, dat houdt God ook bezig. Amen. Dat wat God in ons heeft gestopt, dat is niet iets kleins. Dat is niet iets kleins, dat is iets waar hij zelf ook zijn werk in heeft gestopt. Wij zijn ook Gods creatie. Wij zijn ook dat deel van God. Wij zijn zijn evenbeeld, zoals hij dat ook vanaf de schepping heeft gemaakt. Dus wees bemoedigd met dit woord. Ik wil jullie hierbij bemoedigen dat waar je ook mee mag zitten, wat je ook mag wensen, of het ook ziekte zijn, of het ook bevrijding is wat je nodig hebt. Is het een wonder wat je nodig hebt? God is oneindig groot.
en almachtig om dit te kunnen doen. Denk niet dat als jouw gebeden nog niet verhoord zijn, dat God niet luistert of dat hij er niet mee bezig is. Mm. Wij allemaal zitten soms in een leerproces. Wij allemaal moeten soms ook geduld hebben, zodat hij dat kan doen waar wij hem om hebben gevraagd. Hiermee wil ik jullie zegenen. God is almachtig, hij is oneindig groot. En hij kan veel meer doen dan dat wij beseffen of denken.